uitzingen. De laatste rekening heb ik gedaan. Overdoel blijkt dat Johannes Kooijsel, maar dat is pas op een streep beslist. Maar Fibuda maakt wel zijn pure snelheid gebruik. Dat in de soeverein binnen in de eerste confrontatie. Fibuda, ik weet dat de verrassing daar nog te verwachten. Nu gooit hij de deur ook weer dicht, maar toch. Laat de bel krijgen voor de laatste ronde. En dan buitenom gaan. Dan is het buitenom gaan. Gebruik maken van de hoogte van de baan af. Sojta die neemt naar het achterwiel toe van Desari. Dat gaat ook gebeuren. Sojta was de snelste, maar heeft hij genoeg over hier in de finale. Aan de buitenzijde, ja. 51 voor 53. Sojta. Reethouder even voor de tweede confrontatie, Kira Lampering, Verena Eberhard. Reethouder voor de tweede confrontatie. Attention please, second confrontation, Verena Eberhard, Kira Lampering. Razendsnel de laatste ronde afgeleverd van
deze finale op de 5. Dus tot en met de 8e plaats van de Schroepenoor en Kuisel van de afleiding. Deze ligt in het wiel van Hommes. En nu. Nog steeds Kuisel. Hommes komt uit in dat achterwiel. Nu is het buitenop komen. Mooi gereden van Kuisel. Kuisel voor Hommes. Voor Tesserik. Voor wat er heeft. Maximilian Jurkbach. Voor verrassing in de petto. Hij kan het, hij heeft dat in de voorgaande rit laten zien. Was niet de snelste ten opzichte van Senata. Maar is dat voor de volgende ronde. Nu heeft hij het probleem Kipoldaan. Dat is een groot probleem, de laatste ronde. Hij kan dat probleem nog trekken, want we zitten in de laatste half ronde. Nu moet hij komen. Dukbach, Kipoldaan. Laatste bocht nu. En dan daar komt. Gaat het weer net zo naast elkaar komen? Kipoldaan. Kipoldaan. Nou, niet zo. Zoika, trek aan. Bel van de laatste op. Zoika nog aan de leiding. Nog net allemaal op volle snelheid. Laat de deur dicht gooien. Ja. Hoog houden als Zoika doet. En dan gaan we nu aan. Pas voor Zoika. Zoika nog aan de leiding. Zoika, Zoika. Zoika, dat is Zoika. Die moet blijven, dus maximaal Jurkbach als het 30 seconden voorbij zijn. Go on. Nou, het spel daar nog steeds volop bezig. We gaan naar de bel voor de laatste ronde. Komen we wel, Dirkbach, het is dus een gehaaide coureur, de man uit Duitsland, maar Vivodaan is geen kromkracht. U ziet het daar, met de ramp van de pedalen, nu onder de komt op de correcte manier. Dirkbach zal het nu ook moeten doen. Hartelijk hier. Mooie wedstrijd, Vivodaan. Het verschil niet al groot, de meter kan 4,5. Meer is het niet, maar de bel komt nog klinken voor de laatste ronde. En de aanval is slecht naar boven. Als voorzitter de zaak bestaat, zelfs de laatste ronde, maar we moeten nog niet. En pak ik de hoogte van de baan mee om snelheid te maken, dan doen we op dit moment de check. David Zoika moet nu komen, halverwege de baan aan de overzijde moet hij zich langs die man voor ringen. Komt hij aan. Wanneer volgt een explosie? Komt die als we de bocht uitgaan? Of wachten we echt tot de bel klinkt? Daar ziet het wel maar uit. Daar gaan we op. Daar gaan we op. De bel is voldoende om naar het Zoika te nemen aan te zetten en de hoop van de hoofdgroepbaan gebruik te maken. Zoika kan er niet aan verwachten. Dat doet Vivodaan nu sterk. Nu naar de streep met het voordeel van de binnenkant voor Jacob Vivodaan. Jacob Vivodaan, eerste deel. Daar is nog een verrassende aanval. En één keer de duik naar beneden van Maximilian Dirkbach. En dan staat het toch meteen een fors hard. Wel voor de laatste ronde. Ja, slimme aanval van de man van de 43. Maximilian Dirkbach pakt hier op de wind. Wie voor naam? En weer dat temporiseren. Wie voor naam die absoluut niet aan beleid wil, maar ik ken ook daar natuurlijk door en door. Weten wat ze aan elkaar hebben en zoveel mogelijk leren. Dan is het Vivodaan die een gaatje voor dicht krijgt. Van de meter tot 3-4 man. Daar komt hij, Vivodaan. Jacob Vivodaan. Nu vaart om. Aankomst. 1. Jacob Vivodaan. 2. David Zoika. Ja.